hoe ik pikeur ben geworden. Ik ging naar Deurne. Dat is een paardenopleiding. En zo had je en je MBO diploma en vervolgens ook je pikeursvergunning en je trainingspapieren. Nou ja, sinds 12 jaar zitten wij op dit trainement. En we zijn voor onszelf begonnen en zijn dus ook trainer geworden. Even trainen. Hij is nog niet zo lang in training meer. Hij heeft blessure gehad en hij is nu weer helemaal oké. Dravers hebben altijd een staart erin, zodat het tuig niet naar voren kan. Een check is een hulpmateriaal om een draver goed te laten in balans te laten lopen. Nou, dit is bijvoorbeeld een koershoofdstel. Dit is het check waar ik het net al over had. Dit gaat onder de kin. Dit loopt dus over het hoofd van het paard. Tussen de oren door. Dit check. Het loopt dus naar het tuig toe. En dat houdt het paard dus in balans.